Waar zijn we? Bij het horse event. Ja, bij het horse event. Tada! Hebben we er wel zin in, hè, meis? Ja. Konden allebei niet meer slapen om 6 uur. Ja, het heeft een tijdje geduurd, maar we zijn er eindelijk. Ja, precies. Dat ze zeggen, ik moet er heel veel over nadenken, van hoe kan ik de rust krijgen op concours. We zijn hier bij de fokkerijen. Je hebt dus allerlei verschillende ponnetjes. Oh, een schatje. En paarden. Van alle soorten en maten. Super schattig. Ja, het is helemaal vol met paarden hier. Ja, zie je die? Dat is het Penny Team. Ga maar gauw kijken. Het Penny Team, oh. Dit eventjes invullen en bij onze stand aan die kant inleveren, dan krijg je een tasje voor. En toch, laat zien die sticker. Of niet? Ga je niet hoor. Wil je? Waar wil je hem? Ja. Nou, dan gaat ze een glitter tattoo krijgen. Hé Penny, helemaal leuk. Van de Penny, laat eens kijken. Tasje. En ze heeft een tatoeage. Mooi zilver paard. Ben je er blij mee? Ja, maar ik mag toch wel het dingetje houden? Ja, je mag het houden. Tess? Tess? Oh, ja. Joehoe! Oh, dat is lief. Nou, de dag kan niet meer kapot. Vind je het leuk, Tess? Turnafdeling. Mooi zadel. En hij staat er tussen. René van der Gijs. Helemaal leuk. En Thomas. Dus we gaan heel eventjes een beetje warm draven. En dan denken heel veel mensen, kan je ook licht draven? Ja, kunnen wij ook gewoon. Doen we ook gewoon. En je ziet ook dat we dat paard ook een beetje verzamelen. Dus we pakken de hand op. En iedere keer als ik de hand oppak, dan hou ik licht verbinding. En als je dan ziet, er staat echt niet zo heel veel druk op je hand. Het is eigenlijk gewoon een beetje om in te verzamelen. Loopt dat paard nou fijn? Dan laat ik mijn hand ook weer iets zakken. Tessie gaat meedoen aan de Shetlander race. Ze vindt het heel spannend, maar ze heeft er wel heel veel zin in. Ik weet ook niet wat ze precies gaan doen. Ga maar, Tess. Naar de dans hoor. Spannend. Ja, ze mag nu achter een paard, dan mag ze de leidsels vasthouden. Dan gaat ze de race doen. Maar het wordt wel mooi dat je nog maar 2 stond. Ja, ik vind het. Je hebt je kinderen weggezet, hè? Ja. Zie je goed in de gaten houden. Ja. Nou, zijn we er klaar voor? 3, 2, 1, start! Dit is een achterbeen lopen. Het is heel erg ergens, het is maar het kan wat verbeteren. Kijk eens eventjes. Dan gaan ze relaxed. Los de pijn van ons af, die straks over de rij. Ik vind dat erg in zorgen. Nou, daar gaat-ie. Kijk, dat is gemak. Als we zorgen alles gedaan. Toch volgens mij. Tussenstand. Ze zitten inmiddels op 21 seconden. 21 seconden, dan ligt dat in mij heel goed. Dat is zeker. Als de dag wat rustig gaat, dan gaat hij dat heel spannend maken volgens mij. Nou, daar gaat-ie. Gaat-ie, Leo. Dan gaat hij even zitje kunt. Oh, kijk dat wel, hoe schattig. Oh, kijk nou, het is super leuk. Het is haar eigen bedrijf, in waar ze mensen helpt bij allerlei uitdagingen. Net als Jan hier en een aantal andere mensen. 56 seconden! Gefeliciteerd, had jij 55 seconden? 54 seconden. Wat vond je net met Leo? En met die mevrouw? Ook leuk. Die mevrouw die is paardengedragdeskundige. Cool, hè? Ja. Ze was ook met Brit. Ik heb een boek. Oh, een boek, ja. Oh, daar komt een boek. Tada! Oh, nee, gratis. Cool, hè? Ja. Dat is NHC. Dus ze heeft een handtekening gekregen van Annemarie. Die heeft het boek getekend. Hi Tessa, heel veel plezier met lezen. Ging super met Leo, dus Annemarie. Leuk hè? Ja. Een beetje in op het basisspringen, op de basisopleiding, waar ik op let. Als ik aan het paardrijden ben, als ik op een nieuw paard zit. Ik heb hierbij Chupa Chups HDA. Dat is een jonge clearway. Die heb ik nog niet zo heel lang. Een maand of 2, 3. Dus die heb ik nog niet perfect naar mijn hulp staan. Maar ja, gaat de goede kant op. Ja, dit is even zo. Vind je zo? Ja, dit is een beetje haar
lion, want dat is zijn ding helemaal. Hij heeft het geduld niet voor. En ja, dat komt er ook nu vertellen. Hetgene met paarden is kijken wie je paard is en wat je gewoon wat je wil doen. Oeh, een wit. Oh. Ja? Oh ja. Leuk, hè? Nou, Tess heeft inmiddels zo koud, dus die heeft mijn body warmer eroverheen. We zijn hier in de bitstand. We hebben twee ongelooflijk schattige ponnetjes. Met bit op hun kont. Kijk, hier is het wit. Nou, hier is de witte met een paarse bit op de kont. Awww. Oh. Schatje. Ah. Wat een dropje. Even pauze. En Tess, wat heb jij? Kibbeling. Vind je het lekker? Ja. Gelukkig, want het kroket vond je niet zo, geloof ik, hè? Nee. Nou ja, lekker eten. Zo. Ja, nou, vertel maar. Paardenpraat TV zit nou ja, hier. Welkom, hè. Dit is de nieuwe Esra. Dit is de nieuwe Esra, inderdaad. Volgende week ga ik beginnen. Dus hou het goed in de gaten. Vergeet je niet te abonneren. Ja, precies. En hier hebben we dan Brit. Een nieuwe Brit. Ook nog maar. Nou, helemaal leuk. Ik ben benieuwd wat jullie gaan doen. We hebben hier de stand en... Des vindt wat? Ja. Ponyhorses zijn paarden inderdaad met overal kleuren op de vacht. Voor mensen die allergisch zijn voor paarden, kunnen de curlies echt uitcompeten. Ze zijn namelijk hypoallergen. Ze zijn ook zeer menselijk. Trauma. De NRPS is inmiddels een van de weinige stappen die zowel paarden als ponies opnemen. Het kruisen en dat snufje eraan is goed. Soms onderscheiden zich van andere ponies door een mooie exterieur, gezondheid en goede karakter. Specifiek gevormd voor de sport. Werd de paard dat bevriest en daarna explodeert. En zij is eerder een extravert paard en wil graag in beweging komen. Nou, u ziet ook dat het hoofd hoog is. Dat de ribben naar mij toegekeerd zijn. Dat het hoofd naar buiten is. Dus dit paard communiceert eigenlijk. Help, ik moet hier weg. Het is hier heel spannend. Ik wil bijvoorbeeld dat ze mijn ruimte respecteert. En daarom dat ik een lang touw heb. Dat is een 4 meter werktouw. Zodanig dat als zij schrikt, dat ik nog een stuk heb om haar te laten bewegen. Ik heb ook een trainingstick bij. Die trainingstick is voor mijn veiligheid, maar ook naar haar vriendelijkheid toe, zodanig dat zij ook haar eigen ruimte heeft om dingetjes te doen. Zo kan ik bijvoorbeeld met de trainingstick een drukpunt doen en zij zou vrij zijn om in die stick te bijten. Ze denkt dan dat ze in mij bijt, maar dat is helemaal niet zo. Want ik ben eigenlijk niet de trainingstick en dat doet mij geen zeer. Nou, klim er maar op. Yes, helemaal goed. Je moet zelf klimmen of niet? Goed. Probeer maar even. Oh, het is een hele hoge beugel. Ja, dat is... Nee, ik zal... Hij lijkt weer uit. 1, 2, hop. Nee, ik vind wel goed. Dit gaat makkelijker. Goed. Nou, veel plezier, Tess. Zwaai maar, ik zou de teugels vasthouden, dus iets makkelijker misschien. Wat wil ze? Nou, Tess mag wel even een rondje rijden op de ponies in de pennypiste. Dat vindt ze helemaal leuk. Gaat ze gezellig samen rennen. Goed hoor. Welk heb je? Nou, Tess kijkt naar jullie altijd, hè Tess? Ja. Zij kon me wel precies vertellen wie jullie waren en wie de paarden waren. Goed, kijk naar onze filmpjes. YouTube. Leuk. Nou, we zijn nu ook een filmpje aan het maken. Dus dan kom je ook in ons filmpje. Dat is leuk. Heb je ons nieuwe paard al gezien? Dat is deze. Een veulentje. Oh, een beetje. Lief. Staat ook achterop erbij, hoor. En dan kan je ook dadelijk
allemaal dingen van zien op YouTube. Oké, okay, nou, helemaal leuk. Bedankt. Doeg. Deze gaat nog een rondje in de ponypiste met het ponyrijden. Ze zijn ongelooflijk vriendelijk en aardig hier. Ja, dat was wel fijn. Heel leuk naar de kinderen toe. En Tess heeft een nieuwe manier verzonnen om de beugels aan te doen. Dus daar gaat ze weer een rondje. Helemaal leuk. Ja, mag nog. Zoals ik zei. Hele lieve Penny mevrouw. Ik zou maar even een cap gaan passen. Dit is de allerkleinste die we hebben. Ja, liefde op het eerste gezicht. En dan vraag ik me, is het nou heel moeilijk om dit te doen? Ja. En die vraag wil ik graag overgeven aan Dagmar, mijn speaker in het midden. Dagmar is een vriendin van mij, die door die manier dat ik aanraak is gekomen met van elkaar, dat ze een aantal keer bij mij heeft gereden. Ik heb hem 16 jaar, hij is nu 16. Maar vanaf dat hij 3 was, tot aan nu, heb ik elke dag alleen maar moeten zeggen, Wolter, rustig, Wolter, ho, nou rustig. Doe nou even kalm. Jongen, het hoeft allemaal niet gelijk. Hij is zo enthousiast overal in. Maar dat maakt het ook wel ontzettend leuk om mee te werken. En hij doet gewoon geen dag met tegenzin zijn werk. Het is altijd leuk, het is altijd plezierig. En ik denk van ja, wat wil je nou nog meer? Elke dag lol met je knol. Je kunt ook beneden gaan staan als je wil, hè. Ja. Hij loopt lichte toer, dat wil zeggen Pries en George, intermediair 1 niveau. En is een geweldig paard. Ik vind hem zelf de uberknapste van allemaal. Nou, die van Lars is ook kijk knap hoor. Ja, maar niet zo knap als CJ van. Ja, het is gewoon zo. Toch? Tessa, ja? Wat zei je net tegen mij? Komen er nog meer? Dat ik hetzelfde word als haar. Ja, dit ga je ook doen? Ja. Okay. Gedag zeg, ik vind het heel jammer, maar we hebben het leuk gehad. Heel leuk. Nou, we zijn nu klaar met het Horse Event in ieder geval. En ja. Tessa die heeft een ontzettend leuke pony gevonden. Hè? Mm-hmm. Talita, die wil ze eigenlijk wel gelijk inpakken en meenemen, geloof ik. Hè? Ja, ik wou hem eigenlijk inpakken als cadeautje en meenemen. En dan zeg ik, papa, kijk, ik heb een paard! Nou ja, we gaan nog wel even doorsparen, want dat gaat nog even niet lukken. Maar ik vond het heel leuk, jij ook? Ja. Ik vond het heel leuk. En dan gaan we nu naar het hotel. We hebben nog een nachtje weggekregen van de opa van Tessa, mijn vader. Mm-hmm. Vooral een duimpje omhoog. En wil je meer van ons zien? Klik dan daar. En wil je abonneren? Klik dan hier. Tot ziens, niet. Tot ziens. Doei.